Vandaag gaan wij van krimpfolie oorbellen maken. Wat heb je hiervoor nodig? Uiteraard hebben we deze materialen besteld en gekocht. Laten we hiermee aan de slag gaan. We nemen eerst eens wel krimpfolie. En dan gaan we gewoon tekenen. Ik heb hiervoor watervaste stiften besteld en kleurpotloden. En ik begin eerst met een kleurpotlood en ik denk dat ik gewoon een hartje ga maken. Tenminste, dat is het idee. Maar zoals je ziet doet de kleurpotlood het niet goed. Dus begin ik meteen met de watervaste stift. En mijn idee is eigenlijk om een hartje en dan een bolletje, dan weer een hartje en dan weer een bolletje. En zo'n oorbellen te maken. Nu vind ik dit eigenlijk best wel lelijk wat ik hier getekend heb. Maar goed, dit is het idee. En dit wil ik dus van allemaal losse onderdelen gaan maken. Nou, ik begin eerst met een bolletje. En ik dacht dat dit wel leuk is voor in een hartje, weet je wel, zo'n zijkant stukje. Maar ik ben hier natuurlijk ook nog de stiften uit aan het testen. En dit lijkt niet echt super mooi te worden. Dus maak ik er maar een sterretje van om een idee te krijgen hoe het op dit papier werkt. Want dat heb ik natuurlijk nog nooit eerder gedaan. Nou, de sterretje is echt niet mooi. Don't blame me. Maar goed, het sterretje is er. Ik ga er nog even een outlining van maken. Want misschien wordt het nog wel mooi als we het straks in de oven gaan stoppen. Dus bij deze. En dan kan ik weer door. En nu ga ik gewoon eerst een blauwe stift trekken. Nou, die zie je bijna niet op het papier. Dus ik ben bang dat je dat ook niet gaat zien als ik het ga bakken. Dan ga ik met groen proberen. En die doet het eigenlijk gewoon wel. Nou, nu neem ik een andere blauwe stift om te kijken of die het doet. En die doet het gelukkig. Dan krijg je dit idee. En nu denk ik dat het leuk is om dit te gaan mengen. Dan moet je kijken, joh, hoe vies mijn vinger hiervan wordt. Het is echt niet normaal. Maar goed, het idee is leuk en ik denk dat ik hier ook wel iets mee kan. Maar wat? Dat weet ik nog niet zo goed. Maar ik denk ook dat ik dit gewoon ga doen met roze en dan kijken of ik met paars kan mengen. En of ik dan gewoon misschien jadoor kan schrijven. Want hoe leuk is het nu gewoon om een jadoor sleutelhanger of zo er nog extra van te maken. Nou, nu heb ik roze en paars. Dan ga ik ook weer mengen. Maar dit is al een beetje te zeer opgedroogd, waardoor de kleur niet goed vermengt. Maar op zich vind ik het best leuk, dus ik ga nu maar meteen jadoor erin schrijven. Ik heb voor de zwarte gekozen en ik denk eigenlijk dat dit best wel leuk wordt als het straks gaat krimpen. En misschien kan ik er ook wel gewoon oorbellen van maken. Ja. Ja, hier ben ik tevreden mee. Leuk. Nou, nu weet ik ongeveer hoe het werkt, dus nu ga ik ook gewoon verder met de rest. En ik denk ook weer dat ik nog meer kleurverloop wil gaan maken. Dus wat ga ik dan nog maar doen aan een hoekje van het papier. En die roze kleur die bevalt me wel, dus daar ga ik gewoon even mee verder. Nou, weer roze, nog een andere roze. En hier zie je dat die roze ook nog gewoon twee verschillende kleuren hebben. Dus eigenlijk is die lichte stift gewoon veel donkerder dan die donkere stift. Nou, dan paars er tussendoor. En dan wil ik dat ook weer gaan mengen. En dit wordt echt een zootje. Oei, 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 wat heb ik gedaan? Maar goed, ja. Nou, zo wil ik nog zo'n plek maken. Want als ik oorbellen wil, moet ik natuurlijk ook twee van dezelfde hebben. Dus ik ga weer eerst die lichte roze en dan die donkere roze doen. Nou, nu nog even die donkere. Ja, leuk. Nog even lila erbij. En het begint gewoon vanzelf al te mengen. Nog even met de vinger er doorheen. En nu zijn de vlekken klaar. Wat ik er precies mee ga doen, weet ik nog niet. Nou, nog even wat roze, want ik wil natuurlijk die vlekken wel gewoon helemaal netjes hebben. Ik denk dat ik een potlood ga pakken en kijken of ik hier misschien ook wel sterretjes in kan maken. En of die potlood wel over de watervaste stift heen gaat. Nou, het ziet er beter uit dan op het doorzichtige papier, maar nog steeds niet echt fantastisch. Kijk dan hoe lelijk het eigenlijk gewoon getekend is. Maar misschien komt het wel super mooi uit te zien als ik het straks in de oven stop. Nou, nu ga ik natuurlijk nog jewelry maken, want jadoor is niks zonder jewelry als ik daar twee paar oorbellen van wil. En ik wil natuurlijk nog rondjes maken voor mijn allereerste idee. Natuurlijk de hartjes met rondjes, dus ik begin nu eerst met vier rondjes. En dan ga ik lila hartjes maken. Nou, de lila hartjes, die worden ook getekend. Helemaal blij. En dan als laatste wil ik mijn kat tekenen. Of tenminste één van mijn twee katten, namelijk Bo. En dat kan heel makkelijk door twee oortjes
hoofdje met een cirkel, puntje met 3 snorharen, een paar oogjes. Nou, vet schattig. Heeft dan nog wat pootjes, een lijfje en een staart. En mijn kat Bo die is grijs. En nu heb ik 2 watervaste grijze stiften. Dus nu moet ik gaan kijken welke van de 2 ik wil gebruiken. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe ze uitzien. Dus ik ga ze eerst even op een hoekje testen om te zien welke kleur ze afgeven. En die ene is heel licht. En die andere is wat donkerder. Maar ik ga nu natuurlijk met die lichte beginnen. Want dan kan ik de donkere eroverheen doen. Dus ik ga nu eerst een katje met een lichtgrijze kleur inkleuren. En daarna ga ik met die donkere grijze wat streepjes zetten, zodat het op een vachtje lijkt. En ik denk dat ik hier misschien ook wel gewoon iets van een sleutelhanger of een pin of iets van wil gaan maken. Maar eerst maar eens even kijken of dit allemaal gaat lukken. Nou, dan heb ik mijn spullen getekend en dan moet ik het uit gaan knippen. En dit papier voelt een beetje raar aan om te knippen. Een beetje veel dikker en... Het lijkt ook alsof het wil breken als ik daar te hard op duw. Ik ga het even voor snel afspelen. Want anders duurt het 10 minuten of zo, dus bij deze. Nou, eerst worden sterretjes, dan word je door jewelry uitgeknipt. En dan ziet het er zo uit. En nu begint het echt ergens op te lijken. Het ziet er veel mooier uit als op het papier. En natuurlijk mogen de hartjes en een katje en de puntjes ook niet ontbreken. En als ik dat dan gedaan heb, dan ligt het gewoon klaar om naar de oven te gaan. En deze doe ik gewoon op 160 graden voor verwarmen, zoals op de instructies van het papier aangegeven stond. En ook dit ga ik versneld afspelen, zodat je kan zien hoe het gaat krimpen. Ik pak nog even een spatel waarmee ik plat kan duwen. En dan doe ik de oven open en dan zie je dat ze echt super klein geworden zijn. En ik zie ook wel meteen dat de jardor stuk gegaan is, want die is gebarsten in de oven. Nou, hier zie je de minis, maar ik vind ondertussen Bo wel super goed gelukt. En de rest weet ik nog niet zo goed wat ik van moet denken, want het is echt heel klein geworden. Dus ik heb besloten om nog een keer opnieuw te gaan proberen. Nu heb ik maar even een bloem gezocht op Pinterest en die ga ik overtekenen. Want ik denk nu dat als ik groter ga, dat het wel gewoon qua formaat goed uit gaat komen. Ik gebruik nu 1/3 van het A4 vel. Nou, de bloentjes zijn overgetekend, ik ga de pitjes bruin in kleuren. En uiteindelijk wil ik aan de binnenkant van de pitjes nog even een streepje zetten. En dat doe ik met een zwarte stift, zodat het lijkt alsof het echte pitjes zijn. Want als dat echt zo mega gaat krimpen, ziet dat denk ik wel schattig uit. Nou, tegen beter weten in, denk ik nog een keer potlood te gaan proberen voor de korst van de meloen. Nou, dat ga je hier ook zien, maar ook dit is gewoon geen succes. Want ook dit neemt niet. Dus tot zover de wijze les. Geen potloden, maar gewoon echt watervaste stiften. Maar weer met de vinger eraf gevreven en dan met watervaste stift overnemen. En dan ziet het er zo uit. Nou, de binnenkant. Ik heb geen rode watervaste stift, dus ik ga die donkere roze hiervoor gebruiken. En die donkere roze is dus natuurlijk die lichte roze stift. Heel raar. Maar deze ga ik gebruiken om het in te kleuren. En ik denk juist dat het hierdoor heel zomers wordt. Ook dit speel ik even versneld af, want anders zijn we gewoon een half uur verder. En jongens, ik ben echt geen kei in kleuren, dus let niet op of het netjes is of niet. Ik hou me vast aan het feit dat dit straks krimpt en dat je het gewoon niet meer ziet. Nou, als het ingekleurd is, dan ziet het er zo uit. En op zich ben ik best tevreden. En nu denk ik ook nog dat ik een ananasje maak en dat doe ik even op mijn telefoon overtekenen. En dat is dus ongeveer 1/6 van het papier wat dit in beslag neemt. Nou, ik neem het even over. Maak er natuurlijk ook 2 van, want ik wil natuurlijk wel een paar oorbellen maken. En deze ga ik met de gele stift inkleuren. Hiervoor kies ik de lichtgele. En vervolgens ga ik dan, denk ik, met die andere gele streepjes zetten. Nou, ik begin aan de zijkant. En gelukkig zie je deze lichtgele stift wel. Waardoor het lekker vrolijk zomers wordt. Nou, dan pak ik toch die oranje stift erbij. En met die oranje stift wil ik dan streepjes gaan zetten langs de lijntjes. En dat doe ik uiteindelijk ook met de bruine stift. Waardoor de riggeltjes van de ananas gewoon goed uitgelijnd worden.
En dan de bovenkant wil ik eigenlijk een soort van groen gaan maken. Of verschillende kleuren groen. Nou, nu begin ik met die soort groen-blauwzige. Maar ook dit komt eigenlijk gewoon niet netjes uit. En hiermee ga ik gewoon de kroontjes van de ananas inkleuren. En dan pak ik uiteindelijk ook weer de bruine stift om de lijntjes erbij te doen. Waardoor het weer wat meer uitgelijnd wordt. En al met al moet ik zeggen dat ik dit best een succes vind, dit blad. Ook dit ga ik natuurlijk weer uitknippen. En ik begin met de meloenen, want dat is het makkelijkste. En dan ga ik door met de ananas. En de ananas wil ik helemaal. Dus echt ook die prikkels, die wil ik gewoon volledig uitknippen. Dan ga ik eerst even de ananas rond. En dan wat het mooie is in het papier, is dat je van twee kanten kan zien. Dus ik kan eerst van de ene kant knippen wat ik handig vind. En dan vanuit de andere kant een stukje weer afknippen. Waardoor ik die stekels gewoon strak mooi eruit kan krijgen. Dus ik begin eerst hier. Knip ik rechts. Dan doe ik hem even twee keer. Dan draai ik de ananas om. En dan ga ik weer aan de rechterkant dit stukje ertussenuit knippen. Loshalen en dan weer het volgende stukje natuurlijk. En zoals je ziet wordt het best wel strak. Ik maak nu trouwens ook nog geen gaatjes in deze papiertjes. Dat wil ik straks met een boor gaan doen. Of dit gaat lukken, ja, dat is nog maar de vraag. Maar dat is wel wat ik wil gaan proberen. En dan kan ook dit weer de oven in. En hier zie je hoe snel dat het krimpt, want dit is echt gewoon real life. Dit is gewoon echt een normale snelheid, dus het is gewoon niet versneld afgespeeld. En zo zie je ook hoe cute dat eigenlijk de ananasjes worden. Nou, het resultaat, daar komt ie. Zoals je ziet is ook dit gewoon mislukt. Op zich vind ik het formaat wel leuk voor een sleutelhanger, maar voor de oren is het te groot. Maar goed, het is ook mislukt. En de ananasjes qua formaat is echt geniaal. Het is echt top. Alleen ja, dit ananasje lijkt gewoon op een schepje. Alsof je ergens een mixje mee eruit kan halen. Dus ja, missie mislukt. Kan je van krimppapier oorbellen maken? Vast. Kan ik van krimppapier oorbellen maken? Nop, dat kan ik niet. Mocht je dit nou een leuke video vinden of vaker zo'n soort video's willen zien, vergeet je dan niet om te abonneren op het kanaal en een like achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken.